Stichting RUMAS heeft gisteren voor de vijfde keer de Gigrani Nyanyang Prisiri voor minstbedeelden in Suriname georganiseerd. Deze activiteit vond plaats in de congreszaal. De organisatie die zich bezighoudt met drop-outs organiseert al 5 jaar deze activiteit als een community service. Meer dan 300 gasten zijn verwend door de jongens van de stichting. Het gaat om arme gezinnen, daklozen, blinden, slechthorenden, bewoners uit het psychiatrisch centrum Suriname, Esther Stichting, medewerkers van Huizen Betaljara, Sigesu en Stichting Rika. Onder de genodigden waren de minister van Binnenlandse Zaken Mike Noursalim en het assembleelid Karel Breveld. Volgens directeur Emmy Hart staat RUMAS voor liefde en dat deelt zij zoveel mogelijk met anderen. Wanneer je je kastmaaltijd aanricht, dat kan niet zo weer doet hij de netie, nodig uit bedelaars, misvormden, lammeren, blinden en jij zult zalig zijn. Dan word ik je vier boeng. En allereerst mag RUMAS je vier boeng doen, want ik kan doen wat ze niet. Omdat zij niets hebben om je terug te geven. Mensen, jullie hoeven ons niets terug te geven. Mag ik een applaus daarvoor? Niets. Het enige cent zou moeten doen, dat moet zoeken. Want wij zullen het terugkrijgen bij God. En toen ik dit las, dacht ik, we gaan beginnen. En het is de vijfde keer dat we dit doen. En ik ga u zeggen, God helpt. Ik ben een heel gelukkige vrouw, hoe je me hier ziet staan. Nou, een breedie vrouw. Very happy. Want God is nou een boom, God. Doe boom! Was ma ange to luku da na itapu. E mi ne luku li bismak duwa san jimi. Bisap gado. A bruder take. Gado na wafalik gado. Met een poti vertrouwd op gado. Emmy Hart, directeur van de Stichting RUMAS. De organisatie heeft gisteren voor de vijfde keer de Gigrani Nyanyang Prisiri voor minstbedeelden in Suriname gehouden. Deze activiteit vond plaats in de congreshal bij het Onafhankelijkheidsplein.